Goed, bij mij in de studio, Caroline Genet van SPA. Wat is uw voornaamste kritiek op het inschrijvingsrecht of decreet dat nu voor ligt? Wel, er zitten een aantal goede punten in, hè. We hebben altijd gepleit om één inschrijvingsdatum voor heel Vlaanderen te houden. Nu gaat dat in stapjes en dan zie je dat sommige mensen die heel goed geïnformeerd zijn, er sneller bij zijn dan mensen die misschien echt wel meer belang nog hebben bij de juiste schoolkeuze. Eén inschrijvingsdatum is een goede zaak. Minder goede zaak vinden we dat we naar een systeem gaan dat niet in heel Vlaanderen uniform is. Wij zouden pleiten voor een centraal aanmeldingsregister dat digitaal is en dat in heel Vlaanderen hetzelfde is, zodat elke school dezelfde inschrijvingsprocedure Ja, hanteert. maar de kampeertoestanden zouden toch vermeden worden, begrijp ik. Wel, ze zouden in elk geval verminderd worden. Kampeertoestanden zijn nooit een goede zaak. Een paar keer per jaar ga ik mensen die staan te kamperen aan Mechelse scholen eens bezoeken. En dan merk je heel snel dat dat mensen zijn die het zich kunnen permitteren. De oma in de camper die een week komt kamperen. Maar de alleenstaande moeder die gaat werken met twee kinderen, die kan zich de luxe niet permitteren om iemand in te huren om aan een school te gaan Nee, staan. maar met een aanmeldsysteem zou het toch vermeden worden, zegt Ja, ook Jodero. het zou in elk geval verminderd worden. Dus dat is een goed systeem, dat men met een aanmeldsysteem gaat werken. Maar men heeft dat beperkt tot scholen waar er nu al wachtlijsten zijn. En dat kan ook wisselen in de tijd. Bijvoorbeeld, een school is dit jaar niet zo populair, maar begint morgen misschien, volgend schooljaar, met methodeonderwijs. En dat trekt heel veel nieuwe kandidaten aan. En je kan dus nooit wachtlijsten voorzien. En dat is onze kritiek. Moest men met een volledig uniform aanmeldingsregister werken in heel Vlaanderen, dan hoef je niet te wachten tot er wachtlijsten zijn, maar dan voorkom je ze ook echt. Ja. U maakt zich ook zorgen over de sociale mix. Waar zit daar precies de bezorgdheden? Wel, wij denken dat het heel belangrijk is dat, dat kinderen die samen leven, dat die ook samen leren en dat scholen altijd een goede afspiegeling zijn van de buurt, van de samenleving. En in het inschrijvingsdecreet zit een heel ingewikkeld systeem, dat heet de dubbele contingentering, waarbij dat je een beetje de sociale mix probeert te realiseren. Dus heel concreet gaat het over die 20% die scholen kunnen reserveren voor kansengroepen. Wel, de dubbele contingentering is het systeem dat vandaag bestaat, zowel in het basis- als in het secundair onderwijs. En daar heb je inderdaad een voorrangsregeling voor bijvoorbeeld kansengroepen of kinderen die thuis geen Nederlands spreken, kinderen uit de buurt bijvoorbeeld. Nu zou men met twee verschillende systemen gaan werken. Men behoudt het dubbele contingenteringssysteem voor het basisonderwijs. Voor het secundair werkt men inderdaad met een 20%-regel voor ondervertegenwoordigde groepen. Maar wie dat precies zijn, dat is ook niet duidelijk in het decreet. Dus onze oproep is weer: maak een uniform, transparant systeem dat overal hetzelfde is, zowel in het basisonderwijs, waar de buurtschool voor SPA het belangrijkste is, dat je kinderen dicht bij het gezin, bij de thuissituatie, ook naar school laat gaan. En in het secundair onderwijs ook met een sociale mix, maar dan gebaseerd uiteraard vooral op de studiekeuze van de jongeren, maar met een systeem dat uniform is in de twee gevallen. Langs de andere kant, het online aanmeldsysteem werkt volgens een loting, dus de computer kiest er een naam uit. Er heeft geen menselijke hand meer de keuze in, dus het is een computer. En dan kan je zeggen, die maakt geen onderscheid in namen, in afkomst, in waar iemand woont. Het is misschien verder. Ja, we hebben natuurlijk ook nog het belangrijke begrip vrije schoolkeuze. Dus ik vind het heel belangrijk dat ouders kunnen kiezen waar hun kind naar school gaat. En in de voorkeur is dat natuurlijk in de buurt. En dan heb je met dat aanmeldingssysteem ook daar de prioriteit. Dus dat is een goede zaak. Maar daarnaast vind ik ook die sociale mix wel belangrijk. En mensen kunnen natuurlijk een aantal scholen van hun voorkeur aangeven. En als er dan dubbele vragen zijn, dan is het inderdaad loting. Dus je krijgt daar wel een eerlijkere selectie. Maar heel belangrijk is natuurlijk dat de Vlaamse regering ook blijft investeren in extra capaciteit, in extra stoeltjes op school. Want we hebben nu
plaatsgebrek in grote steden voor het basisonderwijs. Die golf zet zich verder naar het secundair onderwijs. Dus een bijkomende inhaaloperatie om voldoende capaciteit op de populaire scholen te reserveren is natuurlijk ook heel belangrijk. Oké, dankjewel Caroline Genet. En we kijken nu naar een eerste hoorzitting van een reeks hoorzittingen deze week rond het inschrijvingsdecreet. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.